Dit is de Nitto Robotics, de XV15 automatische robot stofzuiger. Terwijl jij lekker aan het werk bent of ligt te slapen, zuigt deze jongen je huis schoon. Hij bestaat uit twee delen, namelijk het docking station, het laadstation en de robotstofzuiger zelf. Ondanks dat het een ontzettende high-tech robot is, is de bediening heel simpel. Je kan hem op drie manieren laten zuigen. De eerste is door gewoon op start te drukken en dan gaat hij zijn werk doen. Om te laten zien dat het een echte slimme jongen is, nou, je ziet het al, als ik omhoog doe, zegt hij please put me down on the floor. Nou, dat komt helemaal goed. De tweede manier is spot cleaning, dus een regio kan je dan pakken. Druk je op spot cleaning en select. Ja, het mooie van spot cleaning is, dan zet je hem natuurlijk neer waar in dat geval even erg vuil is. Bijvoorbeeld als de kinderen net naar binnen zijn gelopen. En dan doet hij die regio even goed schoonmaken en dan gaat hij gewoon weer terug naar zijn docking station. En de derde manier van schoonmaken, dat is natuurlijk eigenlijk de beste, want je kan namelijk zelf bepalen wanneer hij gaat schoonmaken. Ja, het is eigenlijk net als een alarmklok die je instelt. Ja, je kan bijvoorbeeld zeggen, joh, ik wil graag dat je alleen op maandag zuigt, ja, of alleen op woensdag. En dan kan je allemaal zelf instellen. Bijvoorbeeld als je in het weekend thuis bent, dan wil je hem ook niet hebben rondlopen. Alles kan wat jij wilt. Ik heb hem op iedere werkdag 12 uur 's middags ingesteld. Dus als ik thuis kom, is het allemaal netjes schoon. Ja, dit is een intelligente jongen hoor, want hij scant namelijk tijdens het zuigen constant zijn omgeving, zodat hij precies weet waar hij wel en niet kan komen. Ja, en mocht er objecten zijn die 10 centimeter hoog zijn, dan kan hij er gewoon onderdoor, zoals bijvoorbeeld deze tafel of de bank. En mocht je bang zijn van schade, kan nooit iets gebeuren. Tikt hij namelijk ergens tegenaan, dan gaat hij zelf weer naar achteren. Mocht hij klaar zijn met zuigen of de batterij is bijna leeg, dan gaat hij altijd automatisch weer terug naar zijn laadstation. Verder heb je geen omkijken naar deze robot. Alleen, je moet natuurlijk wel eventjes af en toe het reservoir legen. Dan de ondergronden voor deze robotstofzuiger. Houten pakket, natuurlijk geen probleem. Stenen vloer, uiteraard geen probleem. Dunne tapijten en een vloerbedekking, ook geen enkel probleem. Deze jongen is niet bedoeld voor het hoogpolige tapijt.